11 februari 1945 viel hier voor zijn vaderland kapitein A.F. Lanker. Geboren 2-3-1884. Zijn codenaam was Evert. Commandant Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten te Salland. Ik lees dan toch wel veel over die tijd. Dus ik blijf erbij. Ik ben ingeënt met die oorlog. Er waren twee die dus naar binnen gingen. Met dan de leider van de groep. Dat was Buchner. Een adjudant van de SD. Hij sommeerde ze om mee te gaan. Hè. De kapitein Lanker die vroeg of hij even naar de gang mocht. Daar hing zijn jas. En goed, ze laten hem gaan. Op dat moment pakt kapitein Lanker pakt zijn regenjas. Waar hij een revolver of een pistool had, had hij in zijn binnenzak. En de eerste beste die hij tegenkomt, die hem in de weg staat, dat is, die schiet hij neer. En dan vlucht hij naar achteren. Dat was natuurlijk een grote verwarring dat er geschoten werd. En dan schiet hij ook nog een keer Buchner neer. Hij rent uit het huis. Dus het was een soort weiland. En hij rent het veld in. En de twee overgebleven SD'ers die liepen achter hem aan en schoten op hem. Na ongeveer een paar minuten zien ze kapitein Lanker vallen. En als ze bij hem komen, dan heeft hij de laatste adem al bijna uitgeblazen. Want dan hebben ze hem toch geraakt. Maar het zou ook nog kunnen, dat vertelt het verhaal niet helemaal, dat hij het zelf heeft gedaan. Omdat hij natuurlijk waarschijnlijk heeft gedacht, ik wil niet leven in de handen van de Duitsers vallen. Een van de doodgeschoten SD'ers was mijn vader, Willem Blankenstein. Die zat bij de Almeloos SD. Ziekenheidsdienst, onderdeel van de SS. Het is eigenlijk de politie van de SS, zeg maar, die ook hele slechte dingen hebben uitgehaald overal. In 1943, juni 1943 ben ik geboren en in 1945, dus ik was anderhalf, twee jaar. Ik zou twee jaar worden, dus daar weet ik niks van. Het enige dat ik het weet, ja, zit toch in je ziel. Is dat mijn moeder daar natuurlijk altijd over gesproken heeft en ook de familie natuurlijk wel. Maar het meeste heeft mijn moeder erover verteld. Mijn grootvader, die man die was helemaal geen NSB'er, maar omdat zijn vrouw nodig vonden bij de NSB gegaan. Mijn vader is daar dan ook bij gegaan. Zijn zwager is erbij gegaan. En later een broer van mijn vader nog. Maar en een zus. Die was toen 17. 1939. Die zijn allemaal toch wel bij de NSB gegaan. Maar ja, het excuus of wat mijn vader bij de NSB is gegaan. En dat is voor de meesten die je dan die dat durft toe te gaan. Is die werkeloosheid natuurlijk die er heerste. In de jaren 30. Hij had niet echt een goede opleiding, een beetje soortachtig mulo. Hij heeft in een kledingzaak gewerkt, geloof ik, voor kostuums. Dan was hij ook zonder werk. Dus wat gingen ze doen? Ze gingen dan thuis. Voor contact was dat volgens mij. Dat was dan een zaak in zeg maar elektrische apparaten en lampen. Dan maakten ze lampenkapjes in elkaar zetten en zo. En die ging hij dan proberen te verkopen, ook langs de deur. En als het dan werd hij weer bekeurd. Dus dan was zijn bekeuring groter dan zijn dagopbrengst van zijn lampjes. En toen kwam hij in de Mussert en die zei dat hij dat allemaal wel opgelost had. Die oorlog begon natuurlijk pas goed in 1941, dat de Duitsers Rusland binnenvielen. En toen heeft hij ze met zijn zwager, met een vriend, met zijn broers, nou, allemaal opgegeven voor die SS-opleiding gehad. Om naar Rusland te gaan, om het communisme te bestrijden natuurlijk. Dat was het heilige doel van Adolf. Communisten moesten bestreden worden. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Maar mijn moeder werd natuurlijk helemaal gek van angst. Zij heeft helemaal een aarde bewogen om die man terug te krijgen uit Rusland. Dat hij hier in Nederland zou komen weer. En toen is hij hier in Nederland teruggekomen. Toen werd hij bij Almelo, in de Almeloze SSD ingelijfd.
Hij is hier begraven op het kerkhof van Almelo met militairen. Ja. 13 februari 1945. Als zij hem niet terug had gehaald naar Nederland, had hij misschien nog geleefd. Dus ja, dat was een beetje wat dat toch als een soort schuldgevoel zat. Dat ze dan toch die man eigenlijk hier naar Nederland heeft gehaald en die dan weer doodgeschoten. Zat er wel dwars. Het noodlot. In de straat waar wij woonden, de school waar ik was. Er werd trouwens helemaal nooit over de oorlog gesproken. Op de lagere school waar ik op zat. En dat hoor je over het algemeen. Dus dat was allemaal vrij veilig. En een keer was er één jongetje tegen mij. Die riep, jouw vader was een rot NSB'er. En dat wist ik eigenlijk zelf niet eens. Op dat moment. Nou ja, goed. We begonnen te vechten. Ja. Want hij bleef maar zuigen. En er liepen nog meer kinderen bij natuurlijk. Dus ik vond dat niet leuk. Dat hij dat tegen mij zei natuurlijk. Want, dus je gaat op de vuist. Maar ja, goed, hij was ook nog wel sterk. Dus ik kreeg ook nog een paar puisten. En dan word je uit elkaar gehaald. Dat weet ik niet meer goed. Maar het was zo. Kijk, het was een pleintje. Dus wij woonden hier. En hier zei hij dat. Dus ik moest dat pleintje oversteken. Toen was ik denk ik janken thuis gekomen. En nou, toen is mijn moeder naar school gegaan. En die heeft een verhaal. Heeft ze dan tegen de hoofdmeester verteld. En die zei. Nou ja, ik kon het zich wel voorstellen. En hij zou hem er wel op aanspreken. Ja, dat is waar. En waarschijnlijk zijn moeder. Die heeft ons dus nooit meer aangekeken, die moeder. Dat was wel zo. Want mijn moeder liep altijd, wij noemden dat het weggetje. Dat was de Jaarsland. En zij woonde dan hier. En dan liep mijn moeder er langs. En dan maakten ze vaak een praatje met die moeder. En ook met die mevrouw die daarna zo. Maar dat is na die tijd nooit meer gebeurd. Ze is altijd giftig aan blijven kijken. Maar zij heeft ook niet verder gaan verspreiden dat wij NSB'er waren of zoiets. Dat is ook niet gebeurd. In 83 werd mijn moeder gebeld door iemand uit Wierden, waar mijn vader is doodgeschoten. En die vroeg naar de foto's die er gemaakt zijn op de begrafenis van mijn vader. Nou, dat meisje is de hele leven vreselijk bang geweest. Dus die heeft die boot afgehouden en die heeft mij gebeld. En zei, ja, daar is hier iemand en die weet alles. Die weet alles van je vader. Want dan was ze weer helemaal in paniek was ze dan. Dan dacht ze, ja, ik ga alsnog op de kar en kabels gooien. Toen is ze naar... Toen heb ik die man gebeld. En nou ja, die zei dat hij die interesse in die foto's had. Omdat daar dus... dat daar mensen op stonden, Duitse... die nog oorlogsmisdaden hadden gegaan. En die wilden die graag die foto's hebben. Dan konden ze daar nog achteraan. Nou, hij zei ook over mijn vader van... Hij is niet degene die gezocht wordt. Hij was dood, maar ik bedoel ook... Hij hoorde daar niet bij. Hij was gewoon zeg maar een onbekende... SD'er die ingedeeld was daar. En hij hoorde niet bij de leiding die hier in deze buurt toch flink huisgehouden hadden. Die stonden er ook wel op de foto. Ja, een beetje gaf het wat opluchting. Ja, dat is het wel. Opluchting. Dat hij niet dat soort dingen had gaan. Dat hij erger... mensen vermoord of geslagen of zoiets. Daar stond hij niet voor bekend. Kapitein Lanke zou ik nooit kwalijk nemen dat hij mijn vader heeft doodgeschoten. Dat zou ik niet kwalijk nemen. Dan had hij niet bij zijn organisatie moeten gaan.